Het werd heel leuk. Het is vandaag Burendag. En dat vinden we heel fijn. En dus maar één keer per jaar. Het is vandaag weer Burendag en we gaan een rondje lopen door Ondiep om te kijken wat er allemaal georganiseerd wordt en wat er allemaal te doen is voor de buurt. Vandaag staat het kleine wijk staat in teken van het kleine wijk draait door. We hebben ieder jaar een thema met Burendag en dat betekent vandaag dat alles in het teken staat van rondjes, van draaien. We zijn om vanaf 12 uur eigenlijk al bezig samen met kinderen en met allerlei buren om het hier op te ruimen en om alles klaar te zetten voor vanmiddag en vanavond. En helpt zo'n Burendag nou echt mee om mensen beter te betrekken bij de buurt? Ja, het zoals in een dorp, het dorpsfeest is, zeg maar, wat één keer per jaar is, is Burendag toch wel met zo'n, op het hoogtepunt hebben we, met eten zitten we over de 100 mensen, inclusief kinderen. En leuk om te doen, met de buren ook. En dat beginnen al een half jaar van tevoren met brainstormen. Wat is het doel van vandaag? Het doel van vandaag is dat mensen elkaar ontmoeten, buurtbewoners, buren. Mensen die anders misschien binnen zitten en elkaar niet zo snel ontmoeten, kunnen nou met elkaar een kopje koffie drinken en een taartje eten. En bij Bossert is het eigenlijk elke dag Burendag, omdat we altijd open zijn voor iedereen uit de buurt. Maar goed, met Burendag pakken we even extra uit, zodat ook weer nieuwe mensen ons weten te vinden. En er zijn er veel nieuwe mensen geweest vandaag? Ja, zeker. Ja, zeker bij de rommelmarkt zijn er heel wat mensen die volgens mij ook gewoon langs liepen en dachten van hé, dat ziet er gezellig uit. Dus even gewoon een kijkje kwamen nemen. En heb je veel spulletjes verkocht? Ja, maar ik had ook heel veel spullen bij me. Dus het lijkt net of ik nog niks verkocht heb. Maar genoeg wel, ja. Wat was voor jou de reden om te komen? Nou ja, het is in de buurt. En ik wist dat het vorig jaar leuk was. Dus, vooral voor de gezelligheid. Nou ja, ik wil natuurlijk ook wel mijn spullen kwijt, maar het was ondertussen ook leuk. Kun je wat vertellen over wat hier vandaag te doen is? Sowieso hebben wij één keer in de maand een klussendag in de tuin. Maar omdat het dit weekend Burendag was, hebben we besloten dat te vervroegen. Dat doen we in samenwerking met de Boemerangschool. En vanmorgen zijn de kindertjes gekomen. Die hebben gisteren gebakken voor deze Burendag. En vandaag zijn zij letters komen verven, want die komen straks boven de poort van de ingang te hangen. En wat we nu vandaag speciaal gedaan hebben is dat we wisten dat er een aantal nieuwe buren zijn komen wonen. Dus deze mensen zijn allemaal persoonlijk uitgenodigd. Daar zijn we langs gegaan om ze te laten kennismaken met deze tuin. En om te kijken, ja, hoe is dat in deze buurt? Heb je nog leuke nieuwe mensen ontmoet op deze dag? Nee, zeker. We wonen sinds een half jaar hier in de straat. En nu hebben we eindelijk de kans gehad om wat mensen de hand te schudden en wat beter te leren kennen. Zeker. En nee, dit doe ik niet vaak. Ik heb geen groene vingers, maar nu leer je ook wat bij. Dus, Nuttige dingen gedaan vandaag? Nou ja, zoals je ziet, we hebben de straat schoongemaakt met mos en zo. Dus heel nuttig, ja, zeker. Kun je wat vertellen over wat jullie hier vandaag gedaan hebben? Nou, we zijn natuurlijk vanmorgen om 6 uur al begonnen met Burendag. We hebben de tenten opgezet voor de koffie, de thee en wat lekkers. We hebben springkussen opgezet. En we hebben Oud-Hollandse Spelen gedaan om te kijken wie de kampioen Burendagplantage Ondiep zou worden. En ja, wij zitten natuurlijk gelukkig nog steeds in het oude buurtcentrum van Ondiep, zolang als dat nog mogelijk is. En we proberen ook die buurtfunctie een beetje in ere te houden. Dus een aantal keren per week hebben we bingo, hebben we kaarten, hebben we spelletjes. En vooral zo'n Burendag is dan om eigenlijk die bekendheid nog groter te maken tegen ons. Maakt me niet uit welke wijk eigenlijk u komt. Kom gezellig ook eens bij ons, bij de buren van Ondiep kijken. Want het is gewoon een gezellige buurt. Kunnen jullie vertellen wat jullie precies gedaan hebben? We hebben gekegeld, we hebben met een spiraal gedaan. We hebben gesjoeld. Niet zo close, hè? En kom jij hier vaker ook? Ja, ook elke dinsdag. En één keer in de week op zaterdag. Of één keer in de maand. Ja. En wat betekent zo'n dag voor u? Lekker uitje. Lekker tussen de mensen. Lekker kletsen. Hartstikke gezellig. Dat is het belangrijkste. We vonden het een hele gezellige dag. We hebben het heel erg naar ons zin hier. En het is heel leuk dat het georganiseerd wordt. We hebben altijd mensen achter ons staan die dus raar kunnen doen. En daar associëren wij ons van. Heel hartelijk dank. Dank u wel. Ik ga niet op de kijk. Dat gebeurt dus ook in het Ondiep. Maar daar moet je eigenlijk niks van aantrekken. Dat is gewoon de gein met elkaar. En dat zijn de echte Utrechters.